Hey Sabine, goeiedag. Hey. Hallo. Hey, ik heb op mijn telefoon op nu.nl en op de NOS en de Telegraaf, het staat helemaal vol met dat we allemaal burn-out klachten hebben. 17% van de mensheid heeft last van burn-out verschijnselen en 25% van alle uitval wordt door burn-out, veroorzaakt. Ik denk dus, burn-out, voorkomen is beter dan genezen. Want het is een probleem. Jij bent coach. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nou, ik herken het heel erg. We hebben ons coachcentrum hier intern bij Capgemini. Ja. En daar komen veel mensen inderdaad die burn-out klachten hebben. Ook steeds jongere populatie waarbij je dat ziet. En dat is ontzettend zonde, want mensen vallen uit. Het is natuurlijk een vervelende situatie waar ze in zitten. Het kost geld, ja, ook voor de werkgever. Ze kunnen de tijd niet werken. Dus al met al gewoon een situatie die je wil voorkomen. Ja, ja, op een gegeven moment gaan mensen ook een baan verliezen misschien. Ja, ja. Dus dat moet je voorkomen. Maar als je het voor wil voorkomen, dan moet je het eigenlijk de oorzaak wegnemen. Ja. Wat is nou de oorzaak van een burn-out? Zijn er ideeën over? Wat je veel ziet is dat mensen veel denken dat ze veel moeten. Hè? Ja? Dus veel dingen vanuit moeten aan het werk zijn. Daardoor ook minder autonomie voelen in wat ze kunnen doen. Ja. Dus mijn advies is altijd van ja, vervang dat woordje moeten nou eerst eens door willen. En kijk dan wat er overblijft. En wat wil je nou echt graag zelf? Ja. Om regie te pakken over je eigen leven en je loopbaan. En de richting waar je op wil. Dus het is heel belangrijk dat je jezelf goed kent. Ja. Dat je weet wat je drijft, wat je waarden zijn, wat je belangrijk vindt. En naar wiens verwachtingen ben je aan het leven? Ja. En zijn dat je eigen verwachtingen of doe je dingen vanuit patronen, gewoontes, overtuigingen die je ooit ergens hebt meegekregen of waarvan je denkt, mijn baas of mijn manager vindt het onwijs leuk dat ik dat doe. Eigenlijk haal ik er zelf niet zoveel energie uit. Dus vooral ook dat energie, waar zit wel de energie op en ga daarop focussen. Ja, dus het is de autonomie is in wat je doet en de zorgen dat datgene, dat moet je steeds meer doen, maar dat je wel datgene doet op jouw manier en ja, waar je energie van krijgt. Ja, wat jou drijft. Ja. Hey, jij bent coach bij Capgemini. Ja. Wat kan Capgemini doen, Capgemini Academy doen, om burn-out te voorkomen? Wij kunnen verschillende dingen doen, van kleinere naar grotere trajecten. En dat kan gaan over 1-op-1 begeleiding. Ja, dus coachtrajecten, ja, met de medewerker tot aan het neerzetten van een heel centrum waarbij we meerdere mensen tegelijkertijd zichzelf laten ontwikkelen, okay, persoonlijke ontwikkeling en daar sessies met elkaar doen, inspiratiesessies met elkaar ook juist. Dat is de kracht van zo'n centrum om met elkaar het gesprek erover te hebben en ook te voelen, ja, ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt en die gek is, ja, maar er zijn meer en we kunnen van elkaar leren. Ja. En in die variaties, en daar zit natuurlijk nog heel veel tussen, kunnen we dat neerzetten. En zijn we dat ook intern hier al heel succesvol of meerdere jaren aan het doen. Oké, dus de Capgemini heeft daar ervaring mee met het opzetten van ja, zo'n centrum of employability. Ja. En ook fitness en inspiratie ja, met coaching en plenaire sessies. Ja. En hoe succesvol is dat? Zeer succesvol. Ja. We hebben inmiddels meer dan 1000 collega's daarin langs gekregen. Okay. En wat je ziet is dat ook weer 80% vol enthousiasme binnen Capgemini aan het werk is gegaan. Die overige 20% is weggegaan bij Capgemini. Ja. Maar wel met naar tevredenheid van beide kanten. Dus die mensen hebben ontdekt dat hun passie ergens anders ligt. En zijn dat gaan doen. Okay. Dus iedereen komt gewoon weer blij met energie en een drive eruit. Ja, een proof of concept dus. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, burn-out voorkomen is beter dan genezen. Capgemini Academy heeft daar een mooie serviceoffering voor. Die we zelf ook inzetten om onze eigen collega's fit en gelukkig te houden. Dus we komen graag bij jou op bezoek om daar eens even verder over te praten. In ieder geval bedankt. En bedankt Sabine. Ook bedankt. Fijne dag.